Wij lezen Gods heilig en onfeilbaar woord in Hebreeën 7, vanaf vers 21. Daar gaat het over de grote hoge priester. Eerst heeft hij het gehad over de gewone priesters en Melchizedek, maar nu die andere hoge priester met de hoofdletter Christus, vers 21. Maar deze met een eedzwering door die tot hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En degene, die priester van het Oude Testament, zijn wel vele priesters geworden. Ja, alle eeuwen door stierven er en kwamen er weer nu voor in de plek. Duizenden priesters. Omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Al zou hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet elke dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren en daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priester mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering die naar de wet is gevolgd, stelt de zoon die in de eeuwigheid geheiligd is. Heidelberger Catechismus. Dan zijn we toegekomen aan zondag 12. Vraag 31. En dan hopen we volgende keer vraag 32 te doen. Want daar staat zoveel in. Zoals vraag 31 is eigenlijk nog te veel voor één preek. Vanavond vraag en antwoord 31. Nou wordt gevraagd: waarom is hij Christus, dat betekent een gezalfde, genoemd? Omdat hij van God de Vader verordineerd aangesteld is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en ook gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. Gemeente, vanavond gaat het over Christus. Over wie zouden we ook het anders moeten hebben? Want het gaat toch altijd, en het gaat toch alleen om hem. Want ik heb mij niet anders voorgenomen onder u te weten, zegt Paulus, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij zegt: ik wil het nergens anders over hebben. Over wie anders zou ik het moeten hebben dan over hem en over hem alleen. Niet anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En verderop in Galaten 6. Want het zij verre van mij, zegt diezelfde Paulus, dan dat ik in iets anders zou roemen dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. En in niks
en niemand anders. Christus alleen. Christus de bron. Christus de voortgang. Christus het einde. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Daarom, als het goed is, alle prediking, Christus prediking. Als het over hem niet gaat, zou je bijna zeggen, is het geen prediking. Dat wil niet zeggen, laat ik dat er gelijk bij zeggen, dat hij altijd zo nadrukkelijk genoemd wordt, bij wijze van spreken, als je een preek zou hebben over de schepping. Ja, daar zal Christus niet zo heel vaak in die preek over de schepping genoemd worden. Maar op de achtergrond is hij altijd aanwezig. Want alle dingen zijn door hem gemaakt. En zo zie je elke tekst. Uiteindelijk is Christus de bron. En is Christus het doel waarin het alles eindigt. De vorige keer in de catechismuspreek ging het over vraag en antwoord 29. Daar ging het over de naam Jezus. Dat is de andere naam, hè? Jezus Christus. Toen ging het over de naam Jezus. Je zou zeggen, die naam Jezus, dat is een persoonsnaam. En dat klinkt op een bepaalde manier, Jezus, klinkt dat wat vertrouwelijker. Meer nabij, je zou bijna zeggen wat intiemer, persoonlijker dan Christus. Want Christus is een ambtsnaam. Jezus is een persoonsnaam, dat was de naam die hij droeg, hij zult zijn naam heten Jezus. Dat was zijn persoonsnaam, Jezus. En Christus was zijn ambtsnaam, dat was zijn titel. En eerlijk is eerlijk, ik heb ook een titel, dominee, maar mijn persoonlijke naam heeft meer betrekking op mij dan mijn titel. Het is maar een simpel voorbeeld. Maar zo ook Jezus. Dat is de persoonsnaam. Natuurlijk moet je dat niet al te veel tegen elkaar uitspelen, dat begrijpt u wel. Maar toch, er zit wel een bepaald onderscheid. Dat wil ik toch wel even helder maken. Je zou kunnen zeggen, Jezus duidt meer op zijn persoon, wie hij in zichzelf is, en Christus duidt meer op zijn werk, wat hij heeft gedaan. En nogmaals, dat is natuurlijk zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wel onderscheiden, maar natuurlijk nooit te scheiden. En toch ook wel goed, en toch ook wel weer inzichtgevend, als je dat een beetje in je achterhoofd houdt. Zijn persoonsnaam en zijn ambtsnaam. Als het vanavond in de catechismus over Christus gaat, wil ik bij drie dingen stilstaan. In de eerste plaats, wat het nou betekent, wat het inhoudt, dat zijn naam gezalfde is. Dat is het eerste. Wat houdt dat nou in, gezalfde? In de tweede plaats wil ik erbij stilstaan dat wij die drie ambten, daar gaan we het over hebben, profeet, priester en koning, dat we die drie ambten niet te veel van elkaar moeten scheiden. Ik zal duidelijk maken waarom dat wel belangrijk is, om die drie ambten niet te veel van elkaar te scheiden, los te maken. En in de derde plaats wil ik er stilstaan bij de inhoud van die drie ambten. Zijn profetisch werk, zijn priesterlijk werk en zijn koninklijk werk. Daar zal ik wat korter bij stilstaan. Ik heb al die oude catechismesprekers nagekeken. En daar heb ik juist vaak zo uitvoerig bij stilgestaan. En in veel preken gaat toch vooral daarover. Of over zijn priesterlijke werk. Of over zijn profetische werk. Of over zijn koninklijke werk. Dat is al zo vaak aan de orde geweest. Dus dat hou ik vanavond een klein beetje op de achtergrond. Precies dan leerzaam om vooral bij die eerste twee dingen vooral stil te staan. Wat het betekent dat hij een gezalfde is. En waarom het zo belangrijk is om die drie ambten niet te veel van elkaar los te maken. Christus, dat is een Griekse naam, een Grieks woord, dat betekent letterlijk gezalfde. Een vraag aan de kinderen vanavond. Ik ben blij dat er vanavond ook kinderen in de kerk zijn.
Soms denken we wel eens, als ze een jaar of 6, 7 zijn, dan houden ze s'avonds maar thuis. Laat jonge kinderen ook s'avonds maar naar de kerk komen. Jong geleerd is oud gedaan. Gezalfde. Een vraag. Welke namen kunnen jullie noemen uit de Bijbel van mensen die gezalfd zijn? Welke mensen weet jij die ooit gezalfd zijn? Zou je iemand kunnen bedenken die gezalfd is? Nou, moet je misschien even nadenken. Aaron, de hoge priester. Hij werd gezalfd, Aaron. Nog één, ik denk bijna wel dat je daaraan denkt, David. Door wie ook weer gezalfd? Samuel. Gezalfd. Mensen zalven, dus dat betekent een kruikje met olie. En dat werd dan voorzichtig over iemands hoofd leeggegoten. Dat gebeurde niet bij iedereen. Dat is duidelijk. Dat gebeurde alleen bij een ambt. Bij een ambt, dan werd iemand gezalfd. Was dat verschil tussen een ambt en een beroep? Je kunt ook bakker zijn of vrachtwagenchauffeur, dat is een beroep. Maar je hebt ook een ambt. Wat is het verschil tussen een ambt en een beroep? Nou, laat ik het nou zo zeggen. Een beroep, daar kies je zelf voor. Je zegt, ik wil dit worden, ik wil dat gaan doen. Een beroep, daar kies je zelf voor. Maar een ambt, daar kun je niet kiezen. Daar word je door God toe geroepen. Voor een beroep kun je solliciteren. Maar voor een ambt kun je niet solliciteren. Koningin Elisabeth, die overleden is uit Engeland, die heeft niet gesolliciteerd in de tijd om koningin te worden. En prins Charles kon niet solliciteren. Maar dat is een roeping. Een ambt is een roeping. Predikanten kunnen niet gaan solliciteren. Je gaat geen brief schrijven aan een kerkenraad. Kan ik bij jullie komen? Bij een beroep, daar vraag je zelf om. Maar bij een ambt, daar word je door God toe geroepen. Welke ambten komen dan tegen in het Oude Testament? Priesters, daar kon je niet voor solliciteren. Je werd ertoe geroepen. Je kwam uit die priesterstam door Gods leiding. Profeten. Niemand werd zelf profeet. Ja, de valse profeten. Die werden zelf profeet. Maar een profeet werd je toe geroepen. En ook een koning werd ook door de Heere daartoe geroepen. Hoe staat dat hier trouwens in vraag 31? Door de Heere verordineerd, hè? Dat oude woord aangesteld in het begin van het antwoord 31. Aangesteld. Niet jezelf daartoe opgeworpen, want laat mij dat nou maar eens gaan doen. Nee, door de Heere geroepen, door de Heere zelf daartoe aangesteld. En daarom met zijn gezag bekleed. Daarom is dat zo belangrijk dat ik er even bij stilsta. Als iemand door de Heere daartoe geroepen is tot een ambt van profeet, priester of koning, was hij daarmee ook met Gods gezag bekleed. Ik ben niet profeet, priester of koning op persoonlijke titel, maar ik kom omdat de Heere mij gezonden heeft. Ik kom met zijn volmacht, met zijn opdracht. Ik kom namens hem, dat is het gezag van het ambt. Dat je niet spreekt op persoonlijke titel, maar op gezag van hem die mij geroepen heeft. Het goddelijke gezag van het ambt. Christus, gezalfde. Hij kwam niet in eigen opdracht. Maar hij kwam gezonden door zijn Vader. In opdracht van God. En dat betekent dan ook dat de Vader zijn werk ook aanneemt. In de Bijbel kom je ook valse profeten tegen. Ja, hun werk werd door God niet aangenomen, want de Heer had ze niet geroepen. Je had zelfs mensen die zich in de priesterdienst indrongen. Ja, hun werk werd door de Heer niet aangenomen, had voor de Heer geen enkele waarde. Want hij had hen niet geroepen. Dus die goddelijke roeping gaf ook waarde, kracht en zegen aan hun ambtelijke werk.
Daarom werd het ook door de Heere aanvaard. Daarin ligt de zekerheid dat zijn werk ook de Heere aangenaam is en door de Heere aanvaard wordt, gezalfd. Nu is hij zeker, zijn werk heeft bij God waarde en kan voor God bestaan. Zijn werk is niet te vergeefs, maar wordt door de Heere bekrachtigd en bevestigd. Je zou kunnen zeggen, de zalving was de garantie van zijn ambt. Dan gaan we verder. Die zalf, waar zag nou die zalf op? Dat was natuurlijk symboliek. Het gaat maar niet om dat beetje zalf natuurlijk. Op zich is dat niks natuurlijk. Maar die zalf was een teken. Waar was nou die zalf een teken van? Misschien weet je het. De zalf was in het Oude Testament het teken van de Heilige Geest. Want als iemand nou tot een ambt geroepen werd, je werd geroepen om koning te zijn. Of geroepen om priester te zijn. Of geroepen om profeet te zijn. Hoe zou ik het ooit kunnen? Dat gaat toch mijn macht en mijn vermogen ver te boven. Hoe zou ik ooit kunnen regeren? Hoe zou ik ooit profeet kunnen zijn? Hoe zou ik ooit dat priesterwerk uit kunnen oefenen in Gods gunst? Daar kom ik uit mezelf toch alles voor tekort, totaal ongeschikt en totaal onbekwaam. Wat heb ik daarvoor nodig? De kracht van de Heilige Geest en de verlichting van de Heilige Geest. En daar wees die olie op. Dat als de Heer mij geroepen heeft, hij mij ook bekwaam wil maken. Hij mij ook wil geven om mijn ambt zegenrijk uit te oefenen. Daar wees die olie op, dat de Heilige Geest mij wilde bekrachtigen en mij geschikt wilde maken. Zo heeft de Heer Jezus het zelf gezegd in de synagoge in Nazareth. Aan het begin van zijn optreden, helemaal in het begin van het evangelie, Lucas 4. Toen heeft hij zichzelf als het ware gelegitimeerd, als het ware gepresenteerd wie hij was. En namens wie hij kwam. De Geest des Heren, Heren, is op mij. Hé, daar heb je het. De Geest. Hij kwam om zijn ambtswerk te doen. En hij wist, de Geest des Heren, Heren, is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Staat er gelijk achter. Dus die zalfolie symboliseert de Heilige Geest. Ook Christus had voor zijn menselijke natuur die bekwaammaking en die versterking van de Geest nodig. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. En om te genezen die gebroken zijn van hart. Hoe zou je het ooit kunnen zonder de Heilige Geest? Toen en nu. Door de zalving met de Heilige Geest werd Christus als het ware toegerust, bekwaam gemaakt voor zijn werk. Daarom die naam Christus, gezalfde, door God bekwaam gemaakt om zijn grote werk zegenrijk uit te voeren. Christus gezalfd aan de ene kant van eeuwigheid af. Toen al, van eeuwigheid. Spreuken 8, vers 23. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. En toen hij in deze wereld kwam, geboren in Bethlehem, opgegroeid, en toen ging hij zijn werk doen, toen werd hij hier in deze wereld als het ware nog een keer gezalfd, bekrachtigd, bekwaam gemaakt door die Geest. Wanneer? Wanneer kwam de Heilige Geest op Christus? Bij zijn doop in de Jordaan. Lucas 3, vers 22. En de Heilige Geest, daar heb je het, de Heilige Geest, daalde op hem neer gelijk een duif. Als die olie, die Geest. De Heilige Geest daalde op hem neer. En er geschiedde een stem
uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Christus, hij heet gezalfde, omdat hij gezalfd is met de Heilige Geest. En er staat een opmerkelijke tekst die daar ook mee te maken heeft. Ik had er nog steeds overheen gelezen, nu viel dat mij opeens op. Dat heeft hier ook mee te maken met die zalving. In Johannes 3, vers 34. Johannes 3, vers 34, daar staat dit. Want die God gezonden heeft, dus dat is Christus, die God gezonden heeft. Dus dan gaat het over Christus. Want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden van God. Nou, dat heeft Christus gedaan. Hij heeft de woorden van God gesproken. En dan komt het. Want God geeft hem de geest niet met mate. Niet met mate. Dus dat betekent juist overvloed. Als het met mate zou zijn, zou het een beetje zijn geweest. Of veel. Maar niet met mate, dat betekent, hij heeft zijn zoon, zijn geest gegeven in overvloed, niet met mate. Met David gesproken, Christus ontving niet iets van de geest, zoals de gelovigen, die ontvangen wel iets van de geest. He, Paulus, Romeinen 8, wij die de eerstelingen van de geest hebben. Maar Christus had maar niet de eersteling, het beginnetje. Hij heeft de geest ontvangen, niet met mate, maar juist in overvloed. En waarom is dat belangrijk? Om dat te bedenken. Ik werd erop gewezen bij het studeren. Zo is Christus, omdat hij die geest in overvloed heeft ontvangen, niet met mate. Zo is hij geworden de bron waaruit de volheid van de geest tot ons komt. En wat ligt er in dat kleine gegeven dat hij de geest niet met mate heeft ontvangen? Wat ligt daarin een bron van rijke troost? En een geweldige aanmoediging. Want de volheid van de geest is dus in Christus. Met welke bedoeling heeft de Vader hem zijn geest niet met mate gegeven? Met deze bedoeling, opdat hij van die overvloed zou uitdelen. Niet voor zichzelf houden. De geest niet met mate. Om die geest royaal, overvloedig, uit te kunnen delen. En uit zijn volheid. Hebben wij ook alle ontvangen genade voor genade. Als in Christus dan de bron en de volheid van de geest is. Laat ons dan met al onze leegheid en met al ons gebrek en met al onze nood tot die fontein gaan. Want hij heeft de geest niet met mate. Hij kan na zijn rijkdom vervullen al mijn nooddruft. Hij zegt, al wat u ontbreekt. En dat kan veel zijn, hè. Heren, mij ontbreekt zoveel. Misschien moet je wel zeggen, mij ontbreekt alles. Nou, laat dat waar zijn. Hij zegt vanavond, ik zit hier en ik heb niks. En ik weet niks. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig, want hij heeft de geest ontvangen, niet met mate. Wat een troost als we dat meer zouden bedenken. Dat er bij hem een overvloed is, ruimschoots genoeg om al mijn nood en gebrek te vervullen. Ga tot hem om genade, om geduld, om geloof, om troost, om licht, om kracht, om wijsheid. En vul maar in. Vul maar in. Waar zit je mee? Wat is nou je gebrek? En wat is je nood? Naar de fontein, waar een overvloed is, meer dan genoeg, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Dan komt het.
zal hij ons dan met hem niet alle dingen willen schenken? Als hij het kostbaarste wat hij had, zijn lieve zoon, niet gespaard heeft, niet achtergehouden. Hij was bereid om het kostbaarste te geven. Nou, zegt mij, zal hij dan die andere dingen niet willen geven? Als hij het kostbaarste had gegeven heeft, zou hij dan iets anders achter willen houden? Christus, de gezalfde, dat was het eerste. Wat heeft ons dat veel te zeggen? Dat hij de geest gekregen heeft, niet met mate. En door de Heere toegerust om zijn werk toen volmaakt uit te voeren. En om ook nu in zondaars harten en zondaars levens zijn werk volmaakt uit te voeren. Want hij is gezalfd. Wat is dat een hoop en een troost voor iemand die zelf aan alle kanten vastloopt. Maar Christus is gezalfd. En dat is voor mij genoeg. Nou, het tweede waar we bij stil wilden staan. Ja, dat we die drie ambten niet te veel moeten scheiden. U zal misschien denken, hoe kom je daar nou bij? Nou, ik zal proberen duidelijk te maken. He, wij weten, Christus is gezalfd. Ze hebben dat al geleerd van jongs af aan. Die drie ambten, profeet, priester en koning. Misschien wel mooi om te weten dat Calvijn de eerste is die het als het ware zo in verband met elkaar heeft gebracht. De drie ambten van Christus. Calvijn is de eerste die dat zo in samenhang heeft gebracht. Natuurlijk is dat al eerder. Augustinus en de kerkvaders hadden ook eens over Christus als koning. En af en toe als zo te pas kwam in een van de gedeelten, hadden ze ook over hem als priester of als profeet. Maar dan waren het meer als het ware zo losse opmerkingen als het zo van pas kwam. Maar in die samenhang, om te zeggen, we kunnen het werk van Christus als het ware samenvatten in de drie ambten, dat is Calvijn. Die daar als het ware een bepaalde orde in heeft gebracht. En waarom heeft hij dat gedaan? Om ons als het ware zoiets meer inzicht te geven in de rijkdom van de persoon en het werk van Christus. Door die drie ambten kun je als het ware meer onderscheiden de verschillende, ja, hoe zou ik het zeggen, facetten van zijn werk. Zijn koninklijke werk, zijn profetische werk, zijn priesterlijke werk. Door het een beetje te benoemen krijg je wat meer overzicht en wat meer inzicht als het ware. Anders zouden zo al die dingen zomaar aan je voorbij gaan. Maar als het ware door zo'n bril krijg je meer verdieping om de rijkdom van de persoon en het werk van Christus meer te kunnen peilen en bevatten als het ware. De drie ambten. Profeet, priester en koning. Goed en een geschenk dat Calvijn ons dat zo geleerd heeft. Tegelijkertijd moeten we ook weer oppassen dat we het ook weer niet te veel uit elkaar gaan halen, die drie ambten. Kijk eens, de woorden van Christus en de daden van Christus, we moeten ervoor oppassen dat het niet als het ware drie tabellen zijn van profeet, priester en koning. We zeggen, oh, dat ene past in het vakje van zijn koninklijke werk. En toen hij dat zei, dat was zijn priesterlijke werk. En toen hij dat deed, zo moeten we het niet gaan gebruiken. Dat is wel eens een gevaar. Dat we alles daar in een schema naar gaan brengen. Dit hoort hier en dat hoort daar. Daar moeten we trouwens sowieso voor oppassen. Om het werk van de drie enige God niet te veel in schema's en in systemen op te gaan sluiten. Want dan gaan we ongemerkt denken dat wij wel weten hoe het zit en hoe het gaat. Maar dan leeft het niet. Dan verdort het, dan wordt het een systeem, dan wordt het leer. En dan is er geen eerbied meer. Want we gaan het als een analyticus even analyseren en determineren. Dit is dit en dit is dat. En we trekken het uit elkaar alsof het een soort wiskunde is. Dan raak je de verwondering kwijt. De eerbied kwijt. De liefde kwijt. Dan raak je er het leven in kwijt. Kijk daarvoor uit. Ik ben wel eens bang dat juist wij in de gereformeerde, in de reformatorische hoek soms meer bezig zijn met de leer
dan met het woord. We luisteren graag naar allerlei sprekers. Maar we doen vaak te weinig persoonlijke bijbelstudie. Ik vind het mooi hoe die het zegt en hoe die het zegt. Best hoor. Maar als wij meer achter sprekers aanlopen dan dat wij persoonlijk elke dag echt bijbelstudie doen. Niet zomaar aan tafel een stukje lezen. Maar nemen wij echt de tijd voor bijbelstudie. Dat is zegenrijker dan ergens te gaan zitten, al kan je dat ook zeker gebruiken, en het te horen. Wij moeten persoonlijk bij de woorden van God zijn. Ik heb sterk de indruk dat dat veel en veel te weinig door ons gedaan wordt. Dan gaan we een nieuwe week in, deze week. Wat spreekt u nou met uzelf af? Neem je nou van de week echt de tijd, anders maar een half uur, om dan ook echt die Bijbel biddend, aandachtig te onderzoeken. Zo maar een kort gedeelte, de tekstverwijzingen, de kanttekeningen, het overdenken. En hoe meer je daarmee bezig zal zijn, hoe meer je ook gaat ontdekken, hoe meer je erin gaat vinden, hoe meer het gaat leven. Ja, dan kom je niet aanwaaien op 2-3 dagen. Maar wie gestaag bij dat woord leeft en dat woord onderzoekt. Maar dan ook echt dat woord onderzoeken. Ik beloof je, je zult er zegen en leven in vinden. De 3 ambten van Christus, want daar hadden we het over, nou die uitweiding. Zijn wel te onderscheiden. Maar we moeten ze niet scheiden. Om een voorbeeld te geven. Zijn woorden waren woorden van wet en evangelie. Zo heeft Christus op aarde gesproken. Wet en evangelie. Je zou kunnen zeggen, dat was een profetisch ambt. Als Christus sprak, de schare onderwees, dat was een profetische ambt. Maar tegelijkertijd had zijn spreken ook alles te maken met zijn koninklijke ambt. Want staat er, hij sprak als machthebbende. Als koning. Dus een spreken was ook een openbaring van zijn koningschap. Wie is deze dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Dus het spreken van Christus, dat wil ik me duidelijk maken, heeft niet alleen te maken met zijn profetische ambt. Maar heeft evengoed te maken met zijn koninklijke ambt. Het was ook een koninklijk spreken. Nog een voorbeeld. Dat je de 3 ambten niet te veel uit elkaar moet halen. Het hoge priesterlijke gebed. Waar staat dat ook weer? Het hoge priesterlijk gebed, moet je weten. Johannes 17. Een van de ontroerendste hoofdstukken uit de Bijbel. Het hoge priesterlijke gebed van Christus. Ja, de naam zegt het al. In dat hoge priesterlijke gebed valt vooral natuurlijk het licht op Christus als priester. Het hoge priesterlijk gebed. Maar in dat gebed spreekt hij tegelijkertijd als koning. Vers 2. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven heeft over alle vlees. Macht. Dus daar beleidt hij ook zijn koningschap. En hij spreekt daar ook in het hoge priesterlijk gebed als profeet. Vers 8, de woorden die gij mij gegeven hebt, er is een profetenambt, de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Dus in dat hoge priesterlijke gebed, ja daar ontmoeten we Christus als priester, maar niet minder als koning en ook niet minder als profeet. Het zit allemaal aan elkaar vast als het ware. Nog een laatste voorbeeld, dat je die 3 ambten niet te veel van elkaar los moet maken. Juist ook als het gaat over zijn lijden en sterven. Je zou zeggen, dat is toch wel bij uitstek zijn priesterlijke werk, zijn lijden en sterven. Dat is toch wel zijn priesterlijke werk bij uitstek. Ja, maar het was niet minder ook in zijn lijden en sterven een koninklijk werk.
Die bekende tekst, Colossense 2, vers 15. Aan het kruis heeft hij de overheden en de machten ontwapend en over hen getriomfeerd. Hij was er aan het kruis niet alleen priesterlijk, maar hij was er ook koninklijk. Aan het kruis heeft hij de machten ontwapend en over hen getriomfeerd. En in zijn lijden en sterven was hij ook niet minder profeet. 1 Timotheus 6, vers 13. Hij heeft onder Pontius Pilatus, toen hij daar stond met die doornenkroon in die purperen mantel, hij heeft onder Pontius Pilatus de goede belijdenis beleden als profeet. Dus ook in zijn lijden die drie ambten bij elkaar. Christus en profeet en priester en koning. Dat onderscheid in de drie ambten is wel bijbels. Het kan ons helpen om een helderder en een rijker inzicht in het werk van Christus te krijgen. Herman Bavinck, de man van de dogmatiek, die maakte de opmerking dat bij de schepping de mens, wij dus, ook tot die drie ambten geschapen zijn. Profeet, priester en koning, bij de schepping. Hij zegt, de Heer heeft ons geschapen met een hoofd om hem te kennen. Dat is profetische. Hij is ons geschapen met een hart om hem lief te hebben en ons aan hem te wijden. Dat is het priesterlijke. En hij is geschapen met een hand om te regeren en te leiden. De schepping die aan ons was toevertrouwd, dat is het koninklijke. En daarom moest Christus als die tweede Adam ook die drie ambten volmaakt op zich nemen. Profeet om ons in onze verloren kennis te onderwijzen. Priester om onze schuld te verzoenen. Koning om ons te regeren en te beschermen. Zoals samengevat wordt in 1 Korinthe 1 vers 30. Daar schrijft Paulus, Christus die ons gegeven is als profeet tot wijsheid. Als priester tot gerechtigheid. En als koning tot verlossing. Je komt het allemaal daar in die Korinthebrief tegen. Zijn profetische ambt, laat ik het zo zeggen, heeft te maken in zijn verhouding van God tot ons. God spreekt tot ons. Zijn profetische ambt heeft te maken met de verhouding van God tot ons. Zijn priesterambt heeft te maken met de verhouding van ons tot God. Dat is het omgekeerde. Profetisch van God naar ons toe. Zij spreken namens God. Maar priesterlijk om onze schuld te verzoenen. In onze plaats zich te stellen. Dat is het omgekeerde. Zijn profetische ambt is de weg van God tot ons. Zijn priesterlijke ambt is zijn weg van ons tot God. En zijn koninklijke ambt in zijn verhouding tot ons. Die drie ambten, nog één keer, ze horen bij elkaar. En waarom benadruk ik dit vanavond wel heel nadrukkelijk? Omdat je vaak bij dwalingen ziet dat ze hier beginnen. Veel dwalingen beginnen als wij toch die drie ambten te veel uit elkaar gaan halen. Nou, we dan op één ambt ons vooral richten en te weinig oog hebben voor die andere ambten. Ik zal duidelijk maken. Laat maar beginnen bij de moderne theologie. De moderne theologie. Die ziet Christus vooral als profeet. Christus is voor hen iemand van wie we wijze lessen kunnen leren. Wat rechtvaardigheid is. En wat barmhartigheid is. Hoe hij opkwam voor de armen en de zwakken. En hij die ons leerde hoe je met elkaar hebt om te gaan. Christus als profeet die ons heel veel geleerd heeft en een goed voorbeeld gaf. Maar dat hij ook priester is. Dat hij gekomen is om de zonde der wereld weg te dragen. Dat hij kwam om te sterven aan het kruis. Ja, dat speelt in de moderne theologie natuurlijk geen enkele rol.
En dat hij ook koning is, aan wiens woord en wet wij ons onvoorwaardelijk hebben te onderwerpen, ja, dat past al helemaal niet in het moderne denken. Dus er zie je een dwaling. Als je alleen Christus als profeet hebt en geen oog hebt dat hij ook priester is. En dat hij ook koning is. In de reformatorische gezindte, en we hebben het een beetje over ons, denk ik, ligt er weer een ander gevaar op de loer, als ik me niet vergis. Ik denk, als wij zo horen over het werk van Christus, waar denk je dan het eerst aan? Welk ambt van de drie? Profetisch, priesterlijk, koninklijk. Ik denk dat wij dan vaak vooral denken aan zijn priesterlijke werk. Het kruis. De verzoening. En dat is ook natuurlijk het hart. Dus ik zeg niet dat het verkeerd is, laat het duidelijk zijn. Dat is ook het hart natuurlijk. En dat is ook de kern. Maar laten wij niet vergeten, als wij vooral Christus als het priesterlijke werk daar voor ons op richten, dat we niet vergeten, maar dat hij ook profeet is. En dat hij ons als profeet wil onderwijzen. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen in Christus. En onderwijst ons, daar komt dat profetische, wat? Wat onderwijst hij ons? Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Ja, ik denk als daar heel veel over gepreekt zou worden, dat dat toch niet te veel op prijs zou worden gesteld. Wij vinden dat toch vaak niet zo erg geestelijk, dat je rechtvaardig en matig en godzalig moet leven. Natuurlijk, het is goed als het gezegd wordt, maar je moet er niet te veel over hebben. Dat priesterlijke, daar moet vooral over hebben. En dat je rechtvaardig en matig en godzalig moet leven, dat is goed als je het een keer erover hebt, maar niet te lang en niet te veel. Want ja, dat vinden we toch wat minder geestelijk. Maar dat is wel een gevaarlijke ontsporing. Daar ziet u het dus gebeuren. Dan zeg je dat priesterambt natuurlijk, maar de profetische ambt niet minder. Niet minder. En dan ook nog een keer het koninklijke ambt. Ik denk dat ook in de prediking zelfs het koninklijke ambt van Christus en ook in het geloofsbeleven, in het geestelijke leven, dat het koninklijke ambt van Christus toch vaak wel heel weinig aan de orde komt. Maar hij is ook koning die zegt, legt af de oude mens en doet aan de nieuwe mens, dat gebiedt hij als koning. Maar ja, dat vinden we al gauw een beetje activistisch klinken. Laten we het daar maar niet al te veel over hebben. Wat hij als koning van ons vraagt en wat hij als koning ons gebiedt. En dat vinden we ook weer niet zo heel geestelijk of bevindelijk. Dus dat koningschap van Christus, zonder dat we er erg in hebben, kan het toch eigenlijk ook wel een klein beetje verdwijnen. En dan belanden we eigenlijk ook in een dwaling die niet minder schadelijk is dan wat in die moderne theologie gebeurt. Als we wel graag willen horen wat Christus als priester voor ons deed en doet, maar niet wat hij als koning van ons vraagt, ja, dan zit er wel iets scheef. Dat moet even goed aan de orde komen als al het andere. Hij is niet alleen priester, maar ook profeet. En hij is ook koning. Vergeet nooit zijn priesterschap. Maar vergeet ook nooit dat hij ook koning is. En dat hij ook als profeet ons leert. De drie ambten van Christus. Je kunt dwalen als je hem vooral ziet als profeet. Je kunt dwalen als je hem vooral ziet als priester. Maar je kunt ook dwalen als je hem vooral ziet als koning. En dat dan zijn priesterlijke ambt en zijn
profetische ambt op de achtergrond blijft. Het is vanavond een beetje een leerdienst. Ik denk dat het best wel eens goed is om dat eens even helder te maken. Dat er vooral zit op zijn koninklijke ambt. En ik heb een idee dat dat op dit moment ook in de gereformeerde gezindte en in de evangelicale wereld vooral een beetje aan de hand is. Dat het vooral om het koningschap van Christus gaat. Dan lijkt het geloof vooral te bestaan uit navolging en discipelschap. Hoe je als christen in deze wereld hebt te leven. Christus als koning die we moeten dienen. En natuurlijk, iedereen begrijpt dat, dat is ook bijbels. Daar gaat het niet over. Maar als je het daar vooral over hebt, over discipelschap en navolging. En hoe we dat in de praktijk van ons leven waar moeten maken. En dus een priesterlijke werk en zijn profetische werk toch eigenlijk een beetje op de achtergrond verdwijnt. Gaat het niet goed. Dan belanden we ongemerkt in werk heiligheid. We herdenken de reformatie. Best wel actueel. Dan we ongemerkt anders in werk heiligheid, in fariseïsme kunnen belanden. Heb ik Christus nog steeds nodig? Niet alleen als koning, maar ook als profeet. Heb ik hem ook daarin nog steeds nodig? Omdat ik er steeds meer achter kom. Dat ik in mezelf nog steeds zo dwaas. En onkundig. En onwetend ben. Ik zag van de week in Psalm 119. Die prachtige Psalm 119. Daar bidt David 9 keer. Leer mij, leer mij. Leer mij, wat had hij Christus als profeet nodig? En dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht de nevels op de klare. Hebben wij hem nog nodig als profeet of weten we het zelf wel ongeveer? En zijn priesterschap. Heeft dat voor mij nog waarde en betekenis? Omdat ik steeds weer op zijn genade en op zijn verzoening ben aangewezen. Ik haal daarbij even vraag 126 aan uit de catechismus. Als het gaat over zijn priesterschap. Vraag 126. Wat betekent de bede? Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan komt de uitleg. 126. Wil ons arme zondaren. Hoor je dat? Arme zondaren. Voel je je zo? Als je nou voor hem neerknielt. Kniel je dan voor hem neer? Zoals die staat, als een arm zondaar. Of is het toch een beetje overdreven om het zo te zeggen, arme zondaar. Ik heb de indruk dat dat soms wel een beetje wat overdreven wordt gevonden om het zo te zeggen. Maar ik denk dat dat meer van ons zegt dan hoe het hier in die catechismus vertolkt wordt. Laten we daar ook scherp in blijven. Als dit ons vreemd in de oren klinkt, is er iets aan het misgaan. Wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Altijd, altijd. Dat is wat. Altijd. Maar wat bidt hij dan gelukkig verder, hè? Nou gaan we verder. 126. Arme zondaar. De boosheid. Die mij altijd weer aanhangt. Omwille van het bloed van Christus niet toerekenen.
dan mag ik met al mijn schuld en met al mijn ongerechtigheid van hem gebruik maken als mijn priester. Hij die genoemd wordt een barmhartige en een medelijdende hoge priester. Ga dan maar met al je narigheid en verkeerdheid. Zijn priesterlijke ambt. Christus, we gaan het samenvatten. Gezalfd tot profeet, priester en koning. Laten wij niet één van deze drie ambten veronachtzamen. Want dan ontspoor je. Maar ook, wat een rijke, rijke troost. Dat wij van hem, in al die drie die ambten, ook gebruik mogen maken. Daarvoor is hij ons gegeven. En daarom mag hij ook vanavond ons zo worden gepredikt. Opdat wij gelovig van hem zouden gebruik maken als profeet. Als priester. Als koning. Dat is het derde punt. Ik houd het kort vanavond. Profeet en leraar. Die ons de verborgen raad en wil, zegt vraag 31, van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Dat is profeet. En onze enige hoge priester. Die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. En voor ons met zijn voorbinding steeds tussentreedt bij de Vader. En dan ten derde, tot onze eeuwige koning. Die ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Laat ik het samenvatten. Wat wordt nou in die drie ambten van Christus zichtbaar? Gods liefde. Christus in zijn drie ambten is de volle openbaring van Gods liefde. 1 Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Waarin komt het? Dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld. Opdat wij zouden leven door hem. En daarom mag hij vanavond verkondigd en aangeboden worden. Als profeet. Als priester. Als koning. Drie ambten. Ik zou bijna zeggen, drie kanalen van zijn liefde. Zo moet je het zien. Die drie ambten. Drie kanalen waardoor zijn liefde tot verloren zondaren komt. Daartoe is hij gezalfd. Zo heeft hij het zelf gezegd, daar toen in Nazareth. Om de armen vanavond het evangelie te verkondigen. Om vanavond te genezen die gebroken zijn van hart. Om vanavond gevangenen te prediken. Loslating. Om vanavond blinden te prediken het gezicht. Om vanavond verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heer, het jubeljaar. Het jaar van de loslating. Het jaar van de bevrijding. Christus, die ons geworden is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is. Wie roemt, roeme in de Heere. Amen.